en de beurs geopend. Dus ik zou zeggen, neem een drankje en ga kijken. Vanavond was de officiële opening van LOT. Maar leg me eens uit, wat betekent LOT? Nou, LOT staat voor het Lab Over Technologie. En we doen daar onderzoek, delen kennis, lenen producten uit en geven advies over technologie voor onze cliëntgroepen. Dus voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking en ouderenzorg. En we kijken hoe technologie van waarde kan zijn voor deze groepen. Wat kunnen we hier vanavond allemaal zien? Nou ja, er is eigenlijk te veel om op te noemen. De hele Van Denemarken staat vol. Maar een paar leuke voorbeelden zijn bijvoorbeeld de robotzeehond. Die staat hierachter, ligt hij. Dus nou ja, die is even uit de zee getrokken om vanavond bij de beurs te zijn. Want Yvonne, wat kan deze zeehond allemaal? Het is voornamelijk het communiceren. Het maakt contact met mensen. Het reageert op praten. Het reageert op aaien. Hij heet ook Lotje. Dus... ja, ik zie, daar reageert hij op. Lotje, 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 Lotje. Oh god, dat mij niet. Hij is moe. Ja, is Lot moe? Ik slaap niet. Ik vind hem eigenlijk nou al leuk. Ja, dat klopt. Dat vinden de meesten die hier zijn, ja. Het is niet zo, zeg maar, als ik vraag van ga naar de deur, dat de zeehond naar de deur gaat, hè? Nee, dat niet. Nee. Nee, het is echt puur als knuffel die ook communiceert. Vooral de oudere mensen hebben daar baat bij. We hebben daar onderzoek mee gedaan hoe we cliënten met een ernstig meervoudige beperking kunnen activeren bijvoorbeeld. En de Paro, de robot, draagt daaraan bij. Dus cliënten die snel indoezelen omdat ze wat lager niveau hebben, moeilijker te prikkelen zijn, worden geactiveerd. Maar zo hebben we ook bijvoorbeeld de beam rondrollen. Waar je op afstand op bezoek kunt gaan bij mensen. Dus stel je voor, je hebt je familie in Amsterdam wonen. Maar je woont in de Van Denemarken. Dan is het wel fijn dat die familie uit Amsterdam ook op bezoek kan komen. Die kan dat doen door middel van de beam. En dan rollen ze gewoon rond. Dus je hoeft als bewoner niks te snappen van de beam. Want het familielid die doet alles. Hij laat ook automatisch. Dan mag ik vragen, maar waar zit u op dit moment dan? Op dit moment zit ik gewoon op kantoor in Eindhoven. Dat meet u niet. Ja, dat is ook die grap. Okay. Op het moment dat iemand heel snel, iemand die slechter benen heeft, ja, die dus niet meer weg kan, die kan het gewoon in de stoel blijven zitten. En die kan dus gewoon vanaf de stoel, kan die met de mobiele telefoon of met de computer, kan die de robot bedienen. Maar ja, okay, dus, maar u bedient op dit moment de robot? Ja, ik doe dat zelf. Kijk maar, met de toetsenbord. Oh, wat leuk. Ja, nou, hallo, ik ben Alfred van Denemarken in beeld. Oké. Fijne avond nog. Ja, dankjewel. En bedankt voor het gesprek. Ja, doei. Goedjes. Is het dan ook zo dat dit allemaal technieken zijn om ook langer thuis te kunnen blijven wonen? Die zitten er ook wel bij. Maar langer thuis blijven wonen is bij heel veel van onze cliënten al niet meer het geval. Die wonen al bij ons. Dus dan hebben we het over zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk blijven wonen. Of dat nou in een woning van de Baalde Borggroep is of in je eigen woning. Dat maakt ons dan niet zo heel veel uit. Maar we proberen inderdaad zoveel mogelijk zelfstandigheid terug te krijgen bij de cliënt en de bewoners. Yvonne, we staan nou wel bij iets heel bijzonders. Want wat is dit eigenlijk? Ik zie een stuk hout en er komt muziek uit. Maar leg eens uit. Dat heet de cradle. Het is een houten zorginstrument waarmee je door aan te raken geluid maakt en contact kunt maken met mensen. Waarbij je denkt, hoe kom ik daar toch meteen in aanraking? Hoe kan ik daar contact mee maken? Speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en voor autistische mensen. Om daar contact mee te mogen maken. Want voor hun is het wat moeilijk soms als familie of mantelzorg om te zeggen, hoe maak ik toch contact met mijn dierbaren? En dat is dan een manier. Is LOT alleen van de Baalde Borggroep of gaat het nou van meerdere instanties uit? Het is op dit moment nog alleen van de Baalde Borggroep. Maar we werken wel samen met heel veel organisaties in het land. Want het wiel uitvinden is natuurlijk een beetje zonde van de tijd. Dus we werken heel veel samen. En daarnaast zijn we bezig om te onderzoeken of we ook LOT's huis kunnen starten. Dan staat LOT voor langer onafhankelijk thuis. Dus dan wel echt een huis. En daar zoeken we eigenlijk samenwerkingspartners. Dus we hopen dat bijvoorbeeld de gemeente, de woningbouwvereniging, het Zorgpunt Hardenberg is hier bijvoorbeeld, het Alf College is hier ook, dat we dus samen kunnen optrekken om te zorgen dat ook de manier van wonen zo toegankelijk mogelijk wordt voor mensen met een beperking. En dat ze zo lang mogelijk zelfstandig in die woningen kunnen blijven. Als mensen meer informatie willen, dan kunnen ze naar... Ze kunnen twee dingen doen. Ze kunnen of op de Facebookpagina of YouTubepagina van de Baalde Borggroep kijken. Daar staan heel veel filmpjes met
productinformatie en instructies. En als je nou echt een persoonlijke vraag hebt, dan kun je die of mailen naar lot@baldeborggroep.nl of een keer langskomen in de Van Dedenmarkt en kijken of wij hier aan het werk zijn.